Wat betekent vrijheid voor jullie? Nou, dat je gewoon zelf kan doen hè, wat je wil. Dat je niet, dat niet iemand voor je bepaalt wat je moet doen. Is vrijheid vanzelfsprekend? Nee. Want als je zo kijkt naar Oekraïne, dat is niet vrij. Dus het is wel... Ja, het is niet vanzelfsprekend. Ja, zei dat van de week zo mooi. Ja, dat je kan zijn wie je bent. Ja, en... En is dat ongebreideld zijn wie je bent? Ja, dat je als je anders bent dan de rest, dat ook geaccepteerd wordt. En heb je het gevoel dat andere mensen dat ook accepteren? Nu meestal wel. Nou, ik vond dat al een hele mooie. Vrijheid is voor mij toch dat je kan, toch ook kan doen dat met respect naar de ander toe. Maar dat er ook respect naar jezelf toe, dat je kan doen wat passend is. En dat je ook andere ideeën kan hebben en andere meningen kan hebben, maar dat dat de nuance daarin blijft en dat het wel allemaal kan. Dus vrijheid is aan de ene kant misschien heel vanzelfsprekend, maar aan de andere kant ook weer niet. Klopt, ja. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Ik denk dat we daar ook enorm mee worstelen. Dat mensen denken, ik heb toch vrijheid, dus alles moet kunnen en dat je dan de wederkerigheid kwijtraakt. Maar het is goed als op een dag als de bevrijdingsdag even stil te staan bij... De vrijheid die we mogen genieten. Nou, luxe, hè? Ja. Zeker weten. Ja. Voor mij betekent vrijheid als ik rustig 's avonds mijn hoofd op een kussen kan zetten, zonder zorgen. Dat betekent voor mij al vrijheid. Dat is het. Ik weet niet waarom mensen niet in vrede kunnen leven, dat weet ik niet. Dat snap ik ook niet. Het is eigenlijk heel simpel iets, maar... Wat willen ze? Hebberigheid? In de praktijk is het blijkbaar niet zo simpel. Nee, dat klopt. Maar ja, mensen zijn een beetje hebberig, denk ik. Komt daardoor. De wereld is zo groot. Wij passen allemaal erin. We kunnen toch samen leven? Wel, ik hoop dat iedereen waardeert wat vrijheid is. En dat is al moeilijk genoeg. Ja, dat klopt. Vrijheid, dat je kan zeggen wat je wilt, zeg maar. En dat je, maar ook respect voor elkaar, zeg maar, dat is vrijheid. Dat is vrijheid voor ja, u. Ja. Mag je alles zeggen wat je wilt? Als je maar niet anderen kwetst, zeg maar. Dat zou, maar voor de rest mag je mening wel zeggen. Zeg daar maar. Trekt u wel een grens. Ja, ja, ja. Hello, how do you feel about Liberation Day? It's wonderful. I'm glad we have it. And Tony, my father-in-law, has come to visit for this celebration. Ze kwam mee met de zoon van Toby, is hier ook, Tony. En die heet Robert. En haar naam is Diane. En ze kwamen mee met de veteran. And why is Tony Pearson here? He comes every 5 years, but he came this year for the celebration. For liberation, he's a veteran. He was here in 2015 too. He was a war veteran. Yes. He fought for our freedom. Yes. Right? Yes. So, and he is here in Almelo again. Yeah. To celebrate the liberation. And he ontstak het vuur bij het plein. He lit the fire. He lit the fire. Okay. Yeah. Well, thanks a lot and enjoy your day. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Vrijheid betekent voor mij dat ik mag denken en zeggen wat ik wil, zonder dat er restricties op staan, beperkingen. Dat ik ook mag geloven bijvoorbeeld wat ik wil. Dat vind ik en ook als heel erg u met uw taalgebruik andere mensen bewust of onbewust bewust kwetst of beledigt, ja. Mag dat dan van u? Nou, ik ben zelf christen, dus ik probeer altijd vanuit de liefde te starten. Dus ik vind wel dat alles, hoe je met andere mensen omgaat, doorspekt moet zijn met liefde. En als achter je woorden liefde zit, dan zul je ook niet zo snel mensen kwetsen, denk ik. Maar ik vind het wel belangrijk dat iedereen zich vrij kan uiten, hoe zijn overtuiging ook is. Maar wel met liefde doorspekt. Dus dat, heel veel. Alles wat ik nu doe en ja, het gevoel van vrij zijn, wat je ook doet, maakt niet uit. In wat voor zin dan ook. Maar gewoon alle dingen, die, zeker in deze tijd. Al die ellende ziet daar in Oekraïne. En
kijk maar om je heen of Syrië. Dat is gewoon, daar ben ik heel blij dat we hier alles kunnen doen. Dat ik dus kan zeggen wat ik dus wil, zonder dat ik er natuurlijk een ander mee beschadig. Ja, en dat ik daarmee kan handelen zoals ik dagelijks wil. Maar dan trekt u wel ergens een grens. Ja, er zijn altijd grenzen. Nou, ik vraag u dat, omdat sommige mensen denken dat je in vrijheid alles maar mag zeggen en doen wat je wilt. Dat zeg ik net in de eerste antwoording, ja, binnen de perken die er dus zijn. Ik moet een ander niet beledigen. Heel veel. U zegt dat wel op een hele bijzondere manier, heel veel. Ja, maar dat komt omdat ik als tienjarige, zo toen de oorlog begon, de hele oorlog heb meegemaakt, samen met mijn vader en moeder en 8 kinderen. En dat was een hele moeilijke tijd, ook voor mijn ouders, heel veel zelfs, ze hebben veel zorgen gehad. En natuurlijk vanwege het feit dat ik me zie zitten als tienjarige op de stoep op de Oldenzaalse straat, dat die hele macht uit Duitsland op ons toe kwam, samen met een paar andere jongens zaten we daar. We hebben daar urenlang zitten kijken naar wat er op ons afkwam en dat voelde niet goed. Dat heeft best indruk gemaakt als uiteraard, ik u zo beluister. Uiteraard.